Ik sta hier voor een van de allereerste Olivers schilderijen die Van Gogh gemaakt heeft. Het is 1881, hij was toen ongeveer 1 jaar kunstenaar en hij had de meeste tijd besteed aan tekenen, tekenen, tekenen. Maar toen hij voor adviezen naar Anton Mauve ging, die een aangetrouwde neef was en een heel bekende schilder van de Haagse school, toen zette Mauve hem eigenlijk meteen aan het schilderen. Dat was een grote verrassing voor Van Gogh. En hij maakte toen onder andere dit stilleven, nog traditioneel gedaan, donkere kleuren, zoals Mauve hem instrueerde. En hij was er behoorlijk trots op. Hij was natuurlijk blij dat hij zo vroeg al kon schilderen. En hij maakte in zijn verslag aan Theo, dat deed hij altijd in brieven, maakte hij ook een schetsje van het werk om te laten zien, kijk, dit heb ik eigenlijk al voor mekaar. Zoals heel veel kunstenaars bleef Van Gogh eigenlijk zijn hele kunstenaarscarrière door oefenen, proberen, technieken, stijlen, kleuren, dan weer tekenen, dan weer schilderen. En dat is ook heel kenmerkend voor echte kunstenaars. Ze zijn nooit tevreden, ze proberen altijd iets nieuws te leren en een nieuw stapje te doen. En Van Gogh heeft dus ook al die 10 jaar van zijn kunstenaarscarrière dat oefenen en experimenteren doorgezet.